Het stimuleren van pubers staat of valt met het geven van complimenten. Met name individuele complimenten werken erg goed. Ook al kun je dat niet altijd direct aan hun gezicht aflezen. Bedenk dat achter de stoerheid en onverschilligheid van een puber vaak veel onzekerheid schuilgaat. En dat ze graag willen weten of ze het goed doen. Zorg wel dat je complimenten oprecht zijn, want anders prikken ze er zo doorheen. Als je het compliment echt meent, kun je de puber zien opleven. En zal je het merken in de sportprestaties. Want blije hersenen leren beter. Pubers zijn groepsdieren. Op zoek naar zichzelf en hun plek in de groep. Dus laat ze maar gezamenlijke oefeningen doen en laat ze maar zelf ontdekken hoe ze in de groep passen. Dit is alleen maar goed voor hun ontwikkeling en het groepsgebeuren.